En wij zijn dus wel benieuwd naar wijkkappers. Want ja, je ziet kappers overal. Maar waarom is het zo belangrijk om een kapper in je wijk te hebben? Ja, want ik kan me voorstellen dat mensen het prettig vinden dat een kapper in de buurt zit. Dus dat je niet heel Enschede door moet om naar je kapper te gaan. Ik ga niet zo heel vaak. Maar ik denk dat veel mensen heel vaak naar de kapper gaan om het natuurlijk mooie model te houden. Maar ja, je hebt ook thuiskappers. Die heb je tegenwoordig ook. Dus wat is voor mensen eigenlijk de reden om te kiezen voor een kapper in de wijk? Precies. Wat trek je mensen? Nou goed, veel mensen gaan ook naar de stad heen. Maar goed, alleen de prijzen sowieso wat hoger. Als je in de buurt kapper bent, ligt de prijs meestal ietsjes lager. Ja. En het is om de hoek. Mensen vinden het ook wel fijn om om de hoek naar de kapper heen te gaan. Ja. Heeft u veel vaste klanten? Ja, wij hebben heel veel mensen hieruit, maar die allemaal hieruit de buurt zijn. Maar ook wel verder weg, maar 80% komt hier, denk ik, wel hier uit de buurt. Hoe lang zit u hier eigenlijk al als kapper? Dit is een kapper. Hier bestaat bijna, ik denk ongeveer 85 jaar. Dat is al heel erg lang. Ja, we zijn de derde generatie die hier in de kapsalon verder gaat. Dus ja. Mijn vrouw's opa, nou, zijn diploma staat er nog uit 1924. Wauw. Die is er nog. En dan kan ik me ook voorstellen dat er dus inderdaad, vaste klanten. Ja. Waarvoor komen mensen nou het meest? Wat voor behandeling? Is het puur knippen? Is het ook... Nou, wat je in elke moderne salon vindt. Knippen, ja. Kleuren. Nou, permanent, dat er gebeurt bijna niet zo heel veel meer. Dat is dan een klein groep, dat is de oude generatie die dat nog doet. Maar wij doen hier gewoon alles wat in een normale kapsalon ook gebeurt. Dan vind ik het zelf ook nog wel prettig als ik mijn kapper gewoon een beetje ken. Heeft u goed sociaal contact met de mensen? Ik heb goed sociaal contact met de mensen. Ja. Dus u weet eigenlijk ook heel veel uit deze buurt? Ik weet wel dingen uit de buurt, ja. Dus, maar het is niet meer zoals vroeger dat mensen echt alles vertellen. Dat is niet zo. Het ligt dan of je een keer alleen bent met iemand, dan wordt er wel eens een keer wat verteld. Maar op het algemeen weet je wel vrij veel. Nou, als ik het goed begrijp, is dit dus gewoon een man die de mensen kent in de wijk. Die het belangrijk vindt dat mensen hem vertrouwen. Die ook veel vaste klanten heeft. Nou, dat zegt natuurlijk wel iets. En zou ik het wagen om hier mijn puntjes te laten knippen? Ja, denk het wel. Ik denk dat hij wel begrijpt dat ik er zo min mogelijk af wil. We zijn op weg naar onze tweede kapper. Die zit niet in het centrum, maar wel binnen het singlegebied. Dus vandaar dat we met de auto gaan. Ja, natuurlijk. Veel te ver lopen. Dus daar gaan we eventjes kijken hoe het daar zit met de klanten. Hallo, goedemiddag. Hoi. Hoi. Nog één. Bianca. Hoi. Nou, we zijn hier dus niet in het centrum, maar wel binnen het single bij jullie kapper. Kun je vertellen wat voor klanten jullie voornamelijk krijgen? Eigenlijk van alle categorieën, elke leeftijd. We hebben de jonge mensen, de mannen, de vrouwen, de oudere dames, die komen ook nog. Een gedeelte komt ook nog elke week. En dus ook wel gewoon mensen die elke week komen? Ja, elke week. Zijn dat er nog komen veel? Veulen? Zijn er veel? Nou, ik denk nog wel. We hebben nog wel. De vrijdag en de zaterdagochtend hebben we nog wel een aantal mensen die elke week komen veulen. Zijn er dan voornamelijk nog de oudere mensen? Ja, dat zijn wel. Zoals van vroeger, dat je elke week even naar de kapper gaat. Ja. Zijn er dan veel mensen uit de buurt? Nee, eigenlijk niet alleen uit de buurt. Nee. Nee, eigenlijk wel door heel Enschede, ja. En krijgen jullie ook veel mensen die... Zeg maar spontaan binnenkomen of zijn het voornamelijk vaste klanten die jullie al kennen? We hebben wel heel veel vaste klanten. Ik moet wel zeggen, er komen wel steeds meer mensen ook zo even binnen. We hebben sinds kort ook een bord op straat. We hebben nu ook zonder afspraak. Dus dat scheelt natuurlijk ook dat je dan wel wat meer mensen zo spontaan binnenkrijgt. Mensen vertellen gewoon natuurlijk bij de kapper. Ik denk dat het bij elke kapper gebeurt dat er heel veel verteld wordt. Mensen willen net eventjes een praatje of iets kwijt en dat het gewoon veilig is. Als je dat aan de kapster of kapper vertelt, dat het er blijft waar het is. Ja. Dus dat blijft wel heel belangrijk. Ja. Anders half vier. Nee, nog kort voor twee dan. Noreen, jij bent erover uit. Je gaat hier je puntjes laten knippen? Ja, hier ga ik het laten doen. Oké. Volle vertrouwen heb ik. Ja.